Vitesse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Swoop. Afgelopen dinsdag vond in Arnhem het Arnhem Sportgala plaats. Tijdens deze avond vol sport, dans en gesprekken blikte Arnhem terug op het sportieve jaar 2017. Verder werden er prijzen uitgereikt voor de sportfoto, supportster en sportster van het jaar. Vitesse won in de categorie sportster van het jaar. Edward Sturing nam de prijs in ontvangst. Nog steeds een mooie prijs, de sportster van Arnhem. Als Vitesse zijnde door het winnen van de KNVB-beker vorig jaar. Dus ik denk prachtige prijs weer. Ik denk dat elke prijs, elke waardering die je als club krijgt is geweldig. Dus deze is daar weer bijgekomen en dat is alleen maar goed, prachtig voor ons denk ik. Want dat is het met name, hè, de waardering voor de bekerwinst van vorig seizoen. Ja, de waardering voor de bekerwinst van vorig seizoen. En dat is natuurlijk geweldig. En als je daar een prijs voor krijgt, ik denk dat geweldig is. En wat ik ook heel leuk vind als je in de zaal kijkt, dat er ook heel veel Vitesse mensen in de zaal zaten. Ook Vitesse mensen van het eerste uur. Ik ben 30 jaar geleden bij deze club begonnen. Nou, er zaten mensen in de zaal die 30 jaar geleden daar waren bij die club. En ik vind het mooi dat die mensen daar ook bij zijn. Want ja, zo'n prijs win je vorig jaar. Maar er gaat natuurlijk een hele lange tijd aan vooraf dat zo'n club functioneert. En dan is het ook geweldig dat daar mensen in de zaal zitten die er eigenlijk ook aan meegeholpen hebben. Niet vorig jaar, maar wel in het verleden bij Vitesse. Ja, dus eigenlijk was er maar één winnaar mogelijk dit jaar, Vitesse, met de bekerwinst. Ja, waarom? Een geweldige impact die het heeft gehad. Natuurlijk ook een sportieve prestatie. Als het makkelijk was, ja, dan hadden we niet 125 jaar moeten wachten daarop. Dus dat is zeker ook een beloning waard. Maar wat het heeft losgemaakt bij ons in de stad, ja, dat is fenomenaal. De hele stad vierde mee. En ook psychologisch voor ons als Arnhem, wij kunnen prijzen winnen. Dat besef is er gewoon nu. Dat heb ik eigenlijk ook al aangegeven in de uitreiking van de prijs die we voor Gelderland kregen. Dat ik ook zeer zeker dat gevoel had. We hebben natuurlijk wel vaker wat gewonnen met de promotie naar de Eredivisie en dat soort dingen. En Europees voetbal. Alleen dat vond ik meer de prijs voor Vitesse en zijn supporters. En deze prijs, die KNVB-beker, ja, dat was echt, je merkte dat gewoon door de hele stad heen. In de rondtour die we gemaakt hebben door Arnhem heen. Dat de hele stad gewoon trots was op dat Vitesse een prijs won, maar ook dat Arnhem een prijs won. En dat was wel een geweldig gevoel deze keer. En iedereen kan de huldiging natuurlijk nog goed herinneren op de markt. Ik inderdaad zeker ook nog, maar ook de geweldige wedstrijd in de Kuip. Het was echt een finale waardig. En dat zal altijd de sportgeschiedenis ingaan hier in Arnhem en zullen we altijd ons blijven herinneren. Dus dat was zeker het moment van 2017. Een heel mooi voorbeeld hoe sport ook kan verbinden. Ja, absoluut. En dat is de kracht van voetbal. En dat moeten we blijven koesteren. Vitesse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Swoop.